Hallo, ik ben hier hoor. Ik kom met een nieuwe bemoediging. Kijk, ik sta hier achter de berg met was. Die ik nog moet opruimen en waar ik nog van alles mee moet doen en strijken. Ik weet niet of het bij jou ook zo uit de hand loopt, maar ik ga er even wat meer over vertellen hoor. Eerst ga ik even het kaarsje aansteken. Weet je wel, het kaarsje wat zegt dat Jezus het licht van de wereld is. Gekomen in de naam van God en in de naam van die Heer, van die Heer Jezus, kom ik ook. Ik heb hier een kaartje. Ik weet niet of je kan zien wat erop staat. Ik kan het dichterbij houden. Rust in de tent staat erop. Dit kaartje kreeg ik omdat ik volgende week naar Enschede ga om te spreken op een vrouwenochtend. Het thema voor die vrouwenochtend wordt rust in de tent. Het komt altijd natuurlijk op het moment dat je het helemaal niet rustig hebt. Een paar maanden geleden, toen ik me opgaf voor een ja zei tegen die spreekbeurt, toen was ik er zo vol van. En er is zoveel gebeurd. En er is zoveel drukte. En nu moet ik spreken over rust in de tent. Ja, ik heb wat opruiming gehouden. Het werk is een klein beetje aan de kant. Ik moet er nog wel mee aan de gang hoor. Rust in de tent. Vorige keer hadden we het ook over het ingaan in de rust van God. En het is inderdaad iets, zoiets moois. Dat ook al heb je het heel druk. Ook al zijn de dagen vol. Ook al is er zoveel wat op je afkomt, dat je van binnen in je hart rust in de tent van je leven, van je hart kunt ervaren, ondanks de drukte. Ik denk dat rust in de tent misschien wel in de eerste plaats geldt voor rust in onze aardse tent. Corrie ten Boom heeft het eens een keer zo gezegd, ik zal proberen het te laten zien. Als dit nou, deze duim, als ik dat nou ben, dan is mijn leven in Christus geborgen. In God geborgen. Rust in de tent is eigenlijk een soort vertrekpunt waaruit je de drukte van je leven aan kan. En hoe meer je leven in Christus verborgen is, in God, hoe rustiger het van binnen is, terwijl het heel druk kan zijn om je heen. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots en nu heft mijn hoofd zich op, boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heere. Rust in de Heer, dat is niet een inactiviteit. Het is een activiteit. Rusten in God is je hoofd omhoog heffen. En opzien, om je opzien naar God en tegelijkertijd kijken naar al die drukke, onmogelijke toestanden om je heen. In zijn tent, waar de rust voor jouw hart is. Daar breng je offers met geschal. Hoe anders is deze rust dan de rust van de wereld? Die eigenlijk altijd zegt, laat alles maar los en doe maar niks. Media, allerlei therapieën om inactief te zijn. Gods rust is actief. Kracht voor jou om vol te houden. Daarmee wil ik je bemoedigen in de naam van de Heer Jezus. Dat je in Hem tot actie, tot kracht kunt komen die niet uit jezelf is, maar uit Hem. Wees zo gezegend in de naam van de Heer Jezus.